Wat ik wel veel tegenkom is toch die eenzaamheid. En ja, dat doorbreek je door de deur uit te gaan en ook iets voor anderen te betekenen. En jij vroeg me ook, waar gaat je hart dan harder van kloppen? Nou ja, dat zijn toch ook die voorbeelden van dat, ook al heeft iemand een beperking, dat je toch ergens een kracht uit kunt halen. Als we even Ingrid als voorbeeld neemt. Dat is eigenlijk misschien niet het hoofddoel van de cursus, maar het is ook de verbondenheid met anderen. Dat je weet dat je een onderdeel uitmaakt van een club mensen die met hetzelfde probleem zitten. En dat heb ik wel gezien, dat men het heel prettig vindt om, ja, je kunt zeggen met lotgenoten, dus met andere mensen die ook een beperking hebben, te praten over zaken die belangrijk voor je zijn. Nou, het beste is dat een aantal vrijwilligers prettig aan het werk zijn. Het staat toch een beetje een teken van de participatie dat je weer mee kan doen. En ik merk dat verschillende vrijwilligers nou echt weer meedoen. En het is mooi om daar een onderdeel van uit te kunnen maken.